De Stichting Toerisme Suriname, STS, een werkarm van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, hield vandaag een meeting met verschillende belanghebbenden over de aanpak van de toerismesector. Dit gezien Suriname voor de enorme uitdaging staat deze sector te professionaliseren. Minister Ferdinand Welzijn van HINT heeft de werkarm de specifieke opdracht gegeven de overgang van de STS naar een toerismeautoriteit voor te bereiden en af te ronden. De STS heeft sinds kort ook een nieuw bestuur onder voorzitterschap van Anne Hermelijn. De organisatie is van mening dat de ontwikkeling van de toerismesector niet alleen een aangelegenheid is van de overheid. Daarom wordt samen met het bedrijfsleven handvatten aangedragen om voldoende draagvlak te creëren om de toerismeindustrie succesvol aan te pakken. Volgens Henry Ory, een van de inleiders tijdens de meeting met belanghebbenden, heeft de sector ontzettend veel potentie. Echter wordt een aantal ontwikkelingen gestagneerd door achterliggende problemen. Ons probleem is, er is geen collectief streefbeeld van wat we eigenlijk willen met die toerismesector. Ja, wat er nog niet is, kan altijd komen. Dus u moet niet zo streng aankijken, maar het kan. Oké, next. Het nationaal perspectief is geweldig, moet ik zeggen. Het divisiegenerator, werkgelegenheid, belaste inkomsten, impact op regionale samenwerking. Want achter die toerisme heb je een heleboel mogelijke economische activiteiten. Small medium enterprises, ondernemerschap in de toerisme. Je hebt ook vreselijke sterke verbindingen. Bij ons moeten we ook kijken naar agrotoerisme. We zeggen we hebben culinair eten, maar het heeft direct de landbouwproductie kan daaruit komen. Want als je Suriname gerechten gaat promoten, betekent dat je ook de landbouw meekijkt. Agrotoerisme is een interessant specialistisch gebied. Voor Suriname. Cultuurtoerisme, gemeenschapstoerisme, creatieve toerisme, wat heel populair is in het Caribisch, wordt er nog niet maximaal uit wellness. Mensen komen speciaal, zeker de mensen uit de Scandinavische eilanden en Europa, om hier een gezondheidsbad te nemen en hebben met kruiden. Dus je moet veel meer de mogelijkheid bieden. Massage, die is een vreselijk populaire bedrijfstak geworden en natuurtoerisme. En natuurlijk ook binnen onze districten, leefgemeenschappen, zowel bij de Marans als de Indianen, zou je veel meer geld kunnen verdienen door community toerisme voor hun zelfs dorp ontvangende toeristen, zou je natuurlijk kunnen oppakken.